Et voilà. Ik was in Marokko op reis en daar trof ik ver weg van de bewoonde wereld een ziek Frans meisje in een oase. Ik heb het meisje toen naar het ziekenhuis gebracht en een jaar later kwam ik haar tegen in Amsterdam. Natuurlijk verbaasd dat je iemand tegenkomt. En toen vertelde ze dat ze bij een vriend in Amsterdam logeerde die net een huisje had gekraakt in een dorpje wat gesloopt zou gaan worden. En dat dorpje heette Rouygeur. Ik zei, nou ja, nog nooit van gehoord. In ieder geval, ik ben met haar meegegaan en zo zag ik voor het eerst van mijn leven Ruigoord. Ik zag die kerk. Ik dacht, dit is gewoon de plek waar wij met onze vrienden en vriendinnen van het Ballongezelschap fantastisch zouden kunnen werken. En vanaf dat moment hebben we het in werking gezet en zo zijn we hier in juli 1973 uiteindelijk in bezit van de kerk gekomen en de huisjes. Ik heb hier 30 jaar eigenlijk geleefd, fantastisch. Het gebied werd een groot natuurgebied hieromheen. We hebben hier festivals georganiseerd. En ik ben eigenlijk de organisator van alle literaire evenementen. En dat heel breed. Singer-songwriters, het toneel valt eronder. Maar vooral dus literatuur. Doe ik één keer in de maand. En een groot festival, literair festival. En ik ben medeschrijver aan de jaarlijkse Ballonshow in Paradiso. Nou ja, en daarnaast doe ik gewoon mijn eigen dingetjes. Nou ja, Ruigoord is voor mij eigenlijk een soort oase waar geëxperimenteerd wordt met manieren van met elkaar omgaan. Dingen creëren, feesten, maar ook toneelstukken zoals in Paradiso. Zonder dat geld daar eigenlijk een rol bij speelt. Dus eigenlijk voor de pure lol. Met een soort van spirituele dimensie. Je zou kunnen zeggen dat het voor mij ook een soort experiment is in, ja, we hebben hier zoveel met shamanen gedaan. We komen uit de provo-tijd, magisch Amsterdam. Betekent dat nou echt iets? En ja, ik geloof dat Ruigoord een plek is waar we iets kunnen doen met alles wat we ontdekt hebben.